Koninklijke Hoogheid, u bent hier vandaag bij de Nederlandse afsluiting van het jaar van sanitatie. Het jaar is voorbij. Zijn de problemen ook voorbij? Nee, als de problemen in één jaar voorbij zouden zijn, dan heb je meestal niet een internationaal jaar voor iets. Maar het probleem wordt nu onderkend en we hebben het echt op de agenda gezet. En dat is reden om een feestje te vieren, maar vooral ook stil te staan bij wat je daarna echt nog moet gaan doen om het probleem op te lossen. Nou, welke rol kan een land als Nederland daarbij spelen? Nederland speelt een hele grote rol. Allereerst proberen we vanuit ontwikkelingssamenwerking 50 miljoen mensen te voorzien van water en sanitaire voorzieningen. In het kader van de Millennium Ontwikkeling Doelstellingen. Als je ziet wat wij op kennisgebied, op de instituten hebben, die echt heel veel bijdragen wereldwijd op het gebied van water en sanitatie, dan spelen wij een veel grotere rol misschien dan ons kleine landje zou doen vermoeden. Nu bent u zelf ook heel actief geweest in het afgelopen jaar. Hoe kijkt u op het afgelopen jaar terug en wat was uw rol? Nou, ik ben als voorzitter van de adviesraad van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties heel actief geweest. Maar kon het alleen maar doen dankzij een zeer efficiënt adviesraad zelf met topmensen erin die met mij meegewerkt hebben om wereldwijd dit probleem op de agenda te zetten. Dus zowel bij de Afrikaanse Unie als bij de G8 als bij de Verenigde Naties. Overal zijn we aan het woord geweest en overal hebben we iets mensen bewust kunnen maken van het probleem dat door het gebrek aan sanitatie dagelijks 7.500 mensen sterven. En dat er 2,4 miljard mensen op deze wereld, 2,5 miljard mensen zelfs op deze wereld, gewoon geen kans hebben op een waardig en gezond bestaan. En daarmee zich kunnen ontwikkelen. Omdat het gewoon moeilijk is zonder sanitatie überhaupt een stap verder te zetten. Wordt er voortgang geboekt? Er wordt heel veel voortgang geboekt. Op het gebied van drinkwater gaan we waarschijnlijk de Millennium Ontwikkelingsdoelstelling halen. Op het gebied van sanitatie nog niet, zoals het er nu uitziet. Maar er wordt heel veel gedaan en het besef is er. En sommige grote landen gaan het wel halen. Bijvoorbeeld India, bijvoorbeeld China. Dus al met al gebeurt er heel erg veel. Helaas worden we ook ingehaald door bevolkingsgroei die bijna sneller gaat dan wij die systemen aan kunnen leggen. Dus daarmee haal je dus niet echt je doel, maar er wordt wel ontzettend veel gedaan om die mensen te helpen die het hardst nodig hebben. Dank u wel.